Björn en Jordan D. zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 en 16 jaar. De beide broers zijn door de Arnhemse rechtbank schuldig bevonden aan het doodschieten van twee mannen in een café in het winkelcentrum van de Nijmeegse wijk Malfort. Tegen de broers waren gevangenisstraffen geëist van 15 en 17 jaar. De eigenaar van het café werd veroordeeld tot 6 maanden cel omdat hij na de schietpartij bewakingsbeelden heeft vernietigd. Om dat te doen moet hij over de lichamen heen gestapt zijn. En dat wordt hem door de rechter zeer zwaar aangerekend.